Als dienstgezinszorg trachten we de mensen zo lang mogelijk thuis te laten verblijven. We doen dit door hun maximaal te ondersteunen. Dit kan zowel zijn de ondersteuning op vlak van personenzorg, dus het kan best zijn dat wij mensen helpen de toiletzorg te doen, haren wassen, nagelverzorging enzovoort. Maar dit kan ook gaan over andere levensdomeinen. Denk ik bijvoorbeeld aan de maaltijdzorg. En we zullen ook altijd trachten om de zelfredzaamheid zo lang mogelijk in stand te houden. De mensen van de familiehulp die komen enige tijd hier in huis. Ik moet zeggen, ik ben heel blij dat die komen. Enerzijds omdat ze gezelschap heeft. Zij doen ook activiteiten met haar, wat haar stimuleert in het bezig zijn met iets. En ook natuurlijk omdat ze voor mij toch wel een serieuze ontlasting betekenen. Twee dezelfde, hè. Dat is de... Dat is de boer. Ja. In het kader van dementie leidt familiehulp dit jaar een heel Limburg referentieverzorgende dementie op. Bijzonder in deze opleiding is de aandacht die we besteden aan het belevingsgericht benaderen van personen met dementie. Onze verzorgenden moeten zich niet alleen de vraag stellen, wat kan ik voor je doen, maar ook, wie kan ik voor je zijn? Ik ben referentieverzorgende dementie in de wijk van Beringen. Dus dat houdt in dat ik ook alles moet overbrengen naar mijn collega's. We hebben wekelijks wijkwerking. En als zij dus met vragen zitten, met een cliënt die dement is, kunnen ze altijd bij mij terecht. En ik kan dus ook verder mijn vragen stellen aan mijn sectorverantwoordelijke. Zo proberen we zoveel mogelijk over te brengen welke dingen dat we het beste ondersteunen met dementerenden. Verwenzorg vinden wij een belangrijk gegeven. We moeten verder kijken dan enkel de loutere zorg alleen. Ook bijvoorbeeld het geven van een voetmassage kan heel belangrijk zijn voor een persoon met dementie. Maar ook samen de maaltijd maken en een keer maken wat die persoon lekker vindt, vinden wij zeer belangrijk. We passen ons in ieder gezin aan. Ik probeer de dagelijkse dingen die zij vroeger deed, probeer ik me aan te passen. Ik ken haar van vroeger al en ik weet hoe dat zij het vroeger deed, dus daar passen we ons bij aan eigenlijk. Hè. Ze houdt vooral van rust, dus niet te veel lawaai. En door de duur weet je wat ze graag eet en welke porties en zo van die dingen.